wij willen jullie graag enthousiast maken over het diner. En wat is precies het diner, Anna? Het diner is een boek van Herman Koch. Het gaat over een man en een vrouw die gaan uit eten met zijn broer en zijn vrouw. En zijn broer is de aanstaande president van Nederland. Ja. En eigenlijk is het dinertje bedoeld als een heel serieus diner, want ze moeten het echt over een serieus onderwerp hebben. Want hun kinderen hebben namelijk iets heel ergs gedaan. Ze hebben een vrouw vermoord, eigenlijk een zwerver, in een pinhokje. En eigenlijk was dat helemaal niet de bedoeling, maar dat is er wel van gekomen. En die ouders willen tijdens het dinertje eigenlijk een oplossing bedenken over hoe ze ervoor kunnen zorgen dat hun kinderen niet in de gevangenis belanden. Ja, en dan gaan ze toch een soort verzwijgen eigenlijk? Ja, want eigenlijk weten ze niet van elkaar dat allebei de ouders het weten. Dus het is eigenlijk een beetje ongemakkelijk, maar uiteindelijk heel erg leuk. En waarom vinden we dat zo leuk? Nou, het boek dat gaat maar over een paar uur. Zeg maar, het hele diner wordt beschreven en het is zo gedetailleerd dat je gewoon zelf het idee hebt dat je bij hen aan tafel zit. En je volgt alle gesprekken, de gevoelens van de hoofdpersonen en ja, je denkt gewoon dat je erbij bent. Daarom is het zo leuk om te lezen. Ja, dus daarom allemaal het diner lezen, ja, wordt helemaal meegesleept. Goede schrijver, dus zet hem op je les. Leuk boek voor je lijst. Zeker waar.